Welkom bij deze tutorial over Teletop, waarin de basiswerking van Teletop wordt uitgelegd. Je gaat eerst naar de betreffende site van Teletop. Dat is zuideinde-stadtns.teletop.nl, diever-stadtns.teletop.nl of randweg-stadtns.teletop.nl. Daar log je in met je gebruikersnaam en je wachtwoord. Je komt nu binnen op de startbladzijde van Teletop zelf. Hier kun je een aantal dingen vinden. Nieuws, dus algemeen nieuws wat voor iedereen geldt. Informatie, meestal roosterwijzigingen en andere belangrijke regels. En de agenda voor jezelf van alle vakken die je geeft. Een leerling ziet dus in dit overzicht in één keer alle vakken voor de betreffende week. Als docent echter gebruik je het meest je vaksite. Je gaat naar je vaksite door te kiezen voor ga naar en vervolgens zie je bij vak onder het kopje vaksites van allerlei dingen staan. Daar gaan we zo meteen naar kijken. We gaan eerst nog even een paar algemene dingen doen. Onder het kopje persoonlijk staat bijvoorbeeld instellingen. Hier kun je bijvoorbeeld je wachtwoord wijzigen. Onder het kopje gebruikersprofiel kun je zelf nog wat dingetjes invullen die jij belangrijk vindt. Berichten is de interne mail van Teletop. Deze wordt doorgaans niet heel veel gebruikt, want het meeste mailverkeer gaat via je StadNS mail. We gaan nu naar een vaksite. Kies de betreffende vaksite waar je op wilt werken. De vaksite wordt geladen. In het linkermenu is het basismenu voor een vaksite. Een paar simpele dingen uitgelegd. Als er een slotje achter staat, betekent dat dat het alleen zichtbaar is voor een docent. Een leerling kan dit dus niet zien. Dit menu is aan te passen. Je kunt dat doen door op instellingen te klikken. En bij stap 3 menu maak het menu van de vaksite op maat. Als je daar kiest voor bewerkt, dan kun je bepaalde onderdelen aan of uitzetten. Op het moment als ik bijvoorbeeld kies om vraag en antwoord uit te zetten, en ik zeg, zet dit op nee en ik kies voor klaar, dan zul je zien dat vraag en antwoord uit het linkermenu is verdwenen. Er zijn echter 3 onderdelen die standaard zijn in Teletop en waar je eigenlijk het meest mee werkt. De eerste is nieuws. Nieuws is waar een leerling binnenkomt op je vaksite. Als je daar iets nieuws wilt toevoegen, klik je op het knopje nieuw. En bij het onderwerp kun je aangeven waarover het gaat. Je kunt hierin een aantal dingen doen. Dit werkt eigenlijk als een standaard tekstwerker. Vet maken, schuin, onderstrepen enzovoort. Je kunt ook een link invoegen. Je kunt een afbeelding invoegen. Je kunt media invoegen. En je kunt smileys of emoticons invoegen. De pijltjes achteraan geven meer opties. Zo bijvoorbeeld wiskundige tekens. En als je wilt gaan tekenen. Verder is interessant de HTML-broncode. Als je daarop klikt, dan kun je bijvoorbeeld een embedded code van YouTube daarin plakken. Je kunt ook nog een internetlink toevoegen, aangeven welk venster het geopend moet worden, een bijlage toevoegen door te bladeren. Je kunt de toegang aangeven van je doelgroep. Je kunt individuele deelnemers selecteren of verwijderen. Hier geef je aan of iets alleen voor jou zichtbaar is. En je kunt het ook automatisch zichtbaar maken en verbergen. Je kunt leerlingen een bericht
sturen van de inhoud van dit item. Je kunt ze laten reageren en het kan ook automatisch gearchiveerd worden. Als je klaar bent met het aanvinken van je opties, kies je voor opslaan. Zie nu dat er een nieuw bericht is aangemaakt. Teletop geeft altijd aan wanneer het is toegevoegd. Voordat we naar agenda gaan, moeten we eerst het onderdeel deelnemers behandelen. In deelnemers kun je leerlingen toevoegen aan jouw vaksite. Zonder leerlingen gebeurt er natuurlijk ook niet zoveel. Als je deelnemers wilt toevoegen, kies je op de knop deelnemers beheren. Je kunt daar leerlingen selecteren of gasten, bijvoorbeeld collega-docenten. Een gast ten opzichte van de rol van docent heeft namelijk niet de bevoegdheid om van alles te veranderen, terwijl een docent dat wel heeft. Als voorbeeld kiezen we even een leerling of een gebruiker. Je kunt zoeken op gebruikers of achternaam. Je kunt ook zoeken op klas of op leerjaar. Als je bijvoorbeeld op klas doet, dan klik je de betreffende klas aan en klik vervolgens op zoeken. Je krijgt dan alle leerlingen uit deze klas. Je kunt ze in één keer allemaal toevoegen door allen toevoegen te klikken. Je kunt ze ook weer in één keer allemaal verwijderen. Aan de linkerkant geeft hij namelijk de gevonden gebruikers weer. En aan de rechterkant staat wat jij hebt toegevoegd. We gaan even een gebruiker zoeken en toevoegen om te laten zien hoe dat werkt. Zet even op alle gebruikers, anders vindt hij docenten niet. En voeg hem mezelf even toe. Op het moment dat je toevoegt, komt te staan huidige selectie 1. Klik op OK. Klik op opslaan. En er is nu ook een leerling in deze vaksite. Leerlingen kun je ook nog indelen in groepen. Als je op het tabblad groepen klikt en je klikt op nieuwe groep, kun je de naam van de groep opgeven en dan kun je in de lijst aanvinken welke leerlingen daarbij wilt hebben. Je hebt nu dus leerlingen in je site staan. We gaan nu naar het onderdeel agenda. De agenda spreekt voor zich. Het is gewoon een digitale agenda. Op dit moment is de agenda leeg. We gaan dus een nieuwe regel toevoegen. Klik daarvoor op nieuwe regel. Nummer. Dit is gewoon het nummer wat jij geeft aan een agendaregel. Leerlingen zien dit nummer niet. Ik wil deze regel bijvoorbeeld gebruiken voor week 42. Het is 2012, dus ik geef even regelnummer 12 van 2012 en 42 van week 42. Je kunt dan nog de week selecteren. Klik op de kalender naast week. Datum selecteren. Je krijgt dan een uitvouwkalender. Je kunt hier van datum naar datum selecteren. Je kunt ook een hele week in één keer selecteren. Stel ik wil week 42 selecteren. Ik ga dan op 42 staan en klik erop. Je ziet dat Teletop automatisch de hele week heeft ingevuld. Belangrijk om te vermelden is dat de balken, tijd, locatie, activiteit, wat moet je doen, opmerkingen, zelf kunnen worden ingesteld en er dus per locatie anders uit kunnen zien. Ook de namen van de menuonderdelen kunnen verschillen. Zo kan het best zijn dat jij geen agenda hebt, maar een studiewijzer. Je kunt in ieder geval in de vier vakjes, ze werken namelijk allemaal precies hetzelfde, je informatie kwijt. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen waar het is. Dus bijvoorbeeld les en maatschappijleer. Een link naar de detailpagina. Dan krijgt een leerling nog extra informatie te zien. We vinken dat bij de eerste even aan, zodat we straks kunnen laten zien hoe dat werkt. Activiteit maken. Vraag 1. Wat moet je doen? Ook maken vraag 1 en nakijken.
En je kunt nog opmerkingen plaatsen, zoals bijvoorbeeld vergeet je laptop niet. Je kunt de kleur van zo'n regel aanpassen. Daarvoor kies je op het gekleurde biedertje. Je klikt hem aan, er verschijnt een pop-up venster en je kunt daar de kleur selecteren die jij fijn vindt. Kies dan even een kleur en je ziet dat Teletop onmiddellijk de kleur toepast. Als je eenmaal de agendaregel opslaat, zijn ook de tekstvakjes deze kleur en niet meer wit. Het is makkelijk om in één keer een heleboel agendaregels toe te voegen. Daarvoor kies je de regelinhoud kopiëren. Je kunt er ook voor kiezen om een aantal regels van tevoren instellen en alles één voor één in te vullen. Maar omdat meestal dingen zoals tijd, locatie en opmerkingen vaak allemaal hetzelfde zijn, is het ook handig om te kiezen voor de functie kopiëren. Als je hierop klikt, kopieert hij de regel. Hij geeft er een ander nummer aan en verder geeft hij allemaal precies dezelfde informatie. Je kunt dus nu hierin gaan veranderen. En op een snelle manier maak je meer agendaregels aan. We passen de week ook nog even aan, naar een week later. En ook de agendaregel passen we aan. Je kunt nog bepalen wie er toegang tot hebben, welke deelnemers, of die alleen voor jou zichtbaar is, enzovoort. We kiezen nu voor opslaan. We hebben nu twee regels in onze agenda staan. Dit is de detailknop die we hebben aangevinkt. Als je hierop klikt, krijg je een leeg schermpje. Je kunt teruggaan naar de agenda, maar je kunt ook kiezen voor bewerken. Teletop heeft steeds dezelfde opbouw. Dus je kunt weer een beschrijving doen. Opdrachten is voor gevorderden en zullen we een andere keer behandelen. Je kunt weer bijlagen toevoegen en je kunt nog vanuit leermiddelen snelkoppelingen toevoegen. Klik er even op opslaan. En we zien nu dat wij een stuk tekst in de detailpagina hebben staan. Kiezen voor terug en dan gaan we terug naar de agenda. Op deze manier zet je regels in de agenda. Er is nog veel meer mogelijk wat we nog een keer in een uitgebreider vervolg zullen bespreken. Ten slotte leermiddelen. Leermiddelen of archief of bibliotheek heeft allemaal dezelfde functie. Het is namelijk gewoon de opslag van je bestanden. De hoofdmap staat er altijd. Je kunt deze map qua naam ook niet veranderen. Daaronder kun je een nieuwe map maken of bestanden plaatsen. Je kunt een gewoon bestand, een begrippenlijst, een leerlingarchief, publicaties, toetsen, webquesties, weblinks enzovoort. Je kunt van alles plaatsen. Je kunt ook dingen gaan importeren, zoals bijvoorbeeld lesmateriaal van de OVC of van de STER-collecties. En je kunt een nieuwe map toevoegen. We kiezen in dit geval even voor een bestand. Je vult weer onderwerp in, een beschrijving eventueel. En we kiezen nu voor bladeren. We kiezen een bestand. We kiezen voor openen. Je kunt er nog voor kiezen als het een afbeelding is, of er zit een afbeelding in, om die als miniaturen te laten zien. En we kiezen voor opslaan. Je ziet nu dat er een nieuw bestand is toegevoegd, test. Als we hierop klikken, krijgen we de inhoud te zien. Zou je hierop klikken, dan downloadt hij het bestand of hij opent hem. Dat ligt aan de instellingen van je webbrowser. Mappen worden op precies dezelfde manier gemaakt. Je kiest map, nieuw, of je selecteert een bestaande map en dan kun je die verwijderen, verplaatsen of bewerken. Dit is de basis van Teletop. Heel veel succes gewenst!